Hey jongens, ik ben Dennis, a.k.a. Dennis Ken. Vandaag heb ik een live Modern Warfare 2 commentary op carnaval of zo. Ik weet niet eens precies. Ik heb het net niet bekeken en wacht even, ik heb een enorme echo. Zo. Ja, Modern Warfare 2. Laatst bij mijn Call of 4 video was gevraagd van, hey, kun je keer bij Modern Warfare 2 uploaden? Want ja, daar wordt natuurlijk niet veel meer geüpload en daar zit nou net iemand. Ik zie geen flikker. We hebben hem bijna. Nice, we kunnen weer weg. Zit hij er nog of niet? Oh, daar zit hij. Wacht, kom hier. No! Goed zo. Nou, ik merk toch wel, ja, zoals je ziet trouwens, ik heb de AK met silencer en ik vind hem niet heel chill, want ik schiet echt super scheef. Ik schiet al scheef van mezelf en nou met de wapen nog erger dus. Hallo? Die is ook dood. Snipers, ja, daar vind ik, daar wil ik eigenlijk ook wel een beetje over hebben. Nee, is klets. Nee, maar ik vind sowieso dat in dit spel snipers het echt helemaal verpest hebben. Het spel was goed, dat natuurlijk, elk spel heeft minpunten. Een van de grootste dingen was natuurlijk die... explosieven die gewoon ontzettend sterk was en die kon je gewoon constant overnieuw als het ware oproepen met een bepaalde perk. En natuurlijk host migration, alsjeblieft zeg dat de match doorgaat. Goed zo, 5-0. Nou, het is volgens mij altijd in het spel als je een 7 kill streak hebt, dan heb je Moab of Nuke zoals het hier heet. Want je hebt je Harrier zorgt voor alles en klaar. Ik wil voetstappen, dat is niet gunstig. Ik vertrouw dat je nooit. Wacht. Dat zijn mijn eigen voetstappen, of niet? Ja, normaal heb ik hier altijd een perk, waardoor ik mijn voetstappen niet hoor. Volgens mij was hij, ja, AFK. Dan had ik heel veel geluk. Hij was even weg of zo, hij werd gedisconnect. Want hij zag geen naam toen ik hem neerschoot. Dan heb ik geluk. Nou, we gaan nog voor 1 kill. Kijk, dan kan ik hem meer zien. Hij zit onder ons. Wacht, we gaan hier naar beneden, want dat kan gewoon, hè? Juist. Nee, maar wat ik net al over had, ik vind gewoon dat snipers dit spel een beetje verpest hebben. Gewoon om het feit, ja, ik weet niet, iedereen ging snipen en het is gewoon, weet je, snipers niks mis mee. Maar als iedereen gaat snipen is gewoon super irritant. En het was al best wel makkelijk in het spel. Ik bedoel, ik kan nou niet meer snipen, want dan moet je gewoon even blijven doen. Maar als je het eenmaal onder de knie had, dan was het ook wel echt heel erg makkelijk. Zuiver. 7 streak. Het gaat wel makkelijk nou, of niet? Ja, de enemies lieven allemaal, dat is kloot, jongen. Dan wil ik eigenlijk mijn killstreaks niet instellen. Maar dan zul je zien dat ik nou dood ga. Volgens mij zakt er in de verte al iemand. Oppassen altijd. Alsjeblieft, joinen. Goed zo, ze joinen. Nice. Hey, klimkill. Zuiver. We gaan hem omgooien. Oh shit, het bij mij. We gaan hem hier zo ergens. Want dan mag ik altijd dood op mijn eigen troep. Enorm veel. Nee. No! Kutzooi. Waarom heb ik dan altijd weer, bijvoorbeeld die enemy liep daar gewoon, die liep gewoon precies waar mijn airstrike, oh fuck, ik heb geen granaten. Die liep precies waar mijn airstrike kwam, waarom heb ik dit dan weer? Maar ja, het kan dat nog, het potje is pas net begonnen, oh hij ligt daar boven te snipen. Camper boy. Nou, natuurlijk, het is logisch dat je met snipers natuurlijk qua meer gaat campen, maar het is gewoon kut. Het is gewoon kut, ik zeg het zo, want het is ook gewoon zo. Nou, ze hebben alweer een vlag gecapt. Goed kijken waar ze heen lopen. Ze niet achter die map gaan zitten. Oh, ik zit wel heel dicht op mijn microfoon volgens mij. Moet ik weer oppassen, want de laatste commentaar viel me op dat ik heel erg veel van dat ploffen had. Zeg maar, als ik heel dicht tegen mijn microfoon aan zit. En dat is natuurlijk niet chill. Fuck, zit als mis. Hier even een claim neer. Zo. Zie ik achter hem lopen of niet? Ah. Ik wil A-cappen, maar dan krijg ik toch geen punten voor. Dan moet ik het in mijn eentje doen, dan heb ik helemaal geen zin in. Cijfer. Waar liep hij nou? Welke claimer ging nou eigenlijk kapot? Die onder mij ging kapot. Juist, goed zo. Goed zo voor het misschieten, anders had ik je niet gevonden. Klootzooi. Wacht. Ja, dit is zo irritant. Ik hoor allemaal geluiden en shit. Maar mijn geluid staat heel zacht, dus ik hoor niet echt wat ik hoor. Klinkt heel stom. Ik hoor niet wat ik hoor. Maar ja, ik hoop wel dat je het begrijpt wat ik bedoel. Ik neem aan van wel. Juist, daar liep er nog een. En die ging denk ik links. Nee, hier misschien. Verladen. Ze zitten allemaal op C. Nou moet ik echt die airstrik hebben. Dan kan ik hem op C planten. Shit, ik zag er iets. Zuiver, die had ik best zuiver. Je hebt ze ook heel snel dood, dat valt me wel op, maar ja. Misschien schoot ik hem ook net in zijn kop. Zag ik daar nou de sniper lopen? Zuiver. Ik heb ze echt snel dood. Je kunt overal erheen schieten. Nog erger als in Black Ops. Ik dacht Black Ops wel erg was. Ah, dat vertrouw ik niet. Ik weet dat er snipers zitten op die attractie erachterin waar ik van strak gekild werd 2 keer.
Want daar zitten ze altijd. Dat is echt gewoon hoe het spel werkt. Ik heb eigenlijk de neiging om helemaal om te lopen. Ik hoop dat dat lukt. Ik weet niet op wat voor streak. Shit, enemy UV. Dat is niet zo gunstig. Losing B ook nog eens. Hopelijk kan ik mooi hier zo lopen. En verwachten ze me niet of zo. Zien ze me niet. Zijn ze gewoon stom. Zuiver, double kill. Nice. Dat moet ik hebben. Maar gooi me gewoon op. Shit, ik kan nou op die attractie moeten doen eigenlijk. Wat ik net nog over had. Nou, kijk wel even. Shit, wat ik echt moet doen. Maar hopelijk gaat die herrie daar een beetje hangen. En dan knalt hij zelfs nog af. Zag ik nou iemand lopen? Geluk. Geluk dat sniperkind was. Chopper gunner. Even kijken wat ik best even... Shit, er kwam net iemand aan. Als je een Semtex zag. Ik weet niet. Hij kwam achterna gelopen. Kom maar. Kom dan. Waar zit je, jongen? Ah, maakt niet uit. Hopelijk kan hij me niet vinden. Gaan we nou even samen choppen doen. 25 om 2. Nou, dat is best wel een leuk potje al begonnen. Hopelijk is het niet zo heel snel. Ja, aan de ene kant... Ja, je wil snel een Moab of een Nuke is het hier eigenlijk. Hè? Maar aan de andere kant is het potje snel verlopen. Is kloten. Maar we weten nog niet of we hem halen. Misschien schiet hij me gelijk uit de lucht. Wat ik niet heel erg van sta te kijken. Want ja... Wat zou je zelf doen? Kom hier, achter je ding vandaan. Wat voor streak zit ik? Ik heb echt niet eens geteld. Ik denk wel dat ik hem ga halen vandaag. Op zich wel chill dat er daarna eigenlijk bijna niemand meer het spel speelt. Alleen de mensen die het nog spelen zijn mensen die denken dat ze kunnen snipen. Of mensen die die spel altijd al hebben willen kopen of zo, weet ik veel. Of gewoon nog nooit van gehoord hebben en nou even kopen. Shit. Ah, die loopt niet naar mij toe, dat is goed. Ik denk, dan loopt hij natuurlijk net naar mij toe, dat zul je altijd zien. Onder zit er een. Nee, er loopt er nog eentje. Wat voor streak zal ik zitten? Er loopt er ergens een. Wacht op mij! Zuiver, 25 killstreak, nice. Ik heb een nuke. Dat was volgens mij best wel een heel easy mode nuke. Wacht eventjes, potje bijna afgelopen. Hopelijk krijgen we geen host migration ofzo. Dat zou fucked up zijn. Dit was echt een easy mode nuke. Maar ja, dat is gewoon... Ja, er zitten niet echt meer tryhards op het spel. Dus soms is het wel leuk om even dit spel te spelen. Gewoon lekker, makkelijk. Weet je wat? Bij de 170 punten doe ik hem inzetten. Zo'n 170 punten voorstaan. Juist, die heb ik. Oh shit, er zit hier een boven ons, of niet? Hij zit in de hoekje waarschijnlijk. Oh nee, hij is dood. Nice. Good job. Bijna 170, 171 waarschijnlijk. Ja, goed zo. Nou, we zetten hem in. Nuke incoming. Lalle. Nou, even kijken. Ben benieuwd. We staan 40 om 2. Ja, dat valt er niet tegen. Live commentaartje. En het is afgelopen waarschijnlijk nou. Kan ik er nog net? No. 42. Ik heb geen één enemy gekilled. Ik heb één enemy gekilled. En verder is heel mijn team. Nou, in ieder geval. Ja, ik hoop toch dat jullie het een leuke gameplay vonden. Een keer weer wat anders. Nuke, ja, dat is toch wel weer even... ja. Dat is toch alweer lang geleden, nukes. Modern Warfare 2 was van 2007? Nee, 2007. Dat kan nooit. 2009 of zo. Ik weet niet eens. Maar in ieder geval. Volgens mij 2009, ja. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ja, ik zou zeggen... Houden we en alsjeblieft laat er trouwens een like achter. Waardering, waardering. Nee, maar tot de volgende keer. Houdoe.